Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga een reading doen voor de vissen voor de maand september. Hallo, Pisces, visjes. We gaan eens even kijken wat we voor jou hebben. Wat is er voor de vissen? Ik ben heel benieuwd. Tijd is vloeibaar. Kijk of het resoneert met je. Misschien op een later moment. Oh, er valt er al eentje uit. En misschien gaat het niet over jou, maar wel over een andere vissen in je omgeving. Kijk wat resoneert. Kijk wat past. En als het niet past, ja, dan is het gewoon niet jouw reading. Iedereen zit op een, op een ander moment in een andere energie. En het gaat om nu en het is voor de vissen voor de maand september. Leuk als je je abonneert, als je nog niet de abonnementknop hebt ingedrukt. Het is gratis van YouTube en dan kun je ook zien wanneer het volgende filmpje erop staat. Nou, en als je een persoonlijke reading wil, kijk in de videobeschrijving voor mijn mail en meld je dan aan. Deze moet er ook uit. Hallo vissen. Waar ben je naartoe gezwommen deze zomer? En waar ben je weer naar terug gezwommen? Ik zie jullie altijd zo heerlijk zwemmen. Heen en weer. Het komt en het gaat. Ik ben heel benieuwd. Nee, dat zijn er te veel. Even oprapen. En die pak ik wel. Die moet wel op tafel. Ja, om maar weer te beginnen met ontrouw. Oké, we gaan eens even kijken. Wat, ze floepen ook alle kanten uit, hè? De vissen, ze zwemmen. Nou, oké, we gaan eens even kijken wat er ligt. Oh, deze was als eerste. Er ligt iets onder handbereik wat je graag zou willen. Er is een kans voor je, er is een kans. De vraag is alleen, grijp je hem? En er is voorzichtigheid geboden. Ik ben heel erg benieuwd. Oké, deze. Ah, kijk nou. Nou vissen, er is alweer een hele hoop te zeggen. Oké, er is een mogelijkheid waarvan het verstandig is dat je die grijpt. Ik heb geen idee waar je mee bezig bent. Een zakelijke deal misschien die je kunt binnenslepen. Of een huis waar je het goede bod op hebt gedaan of nog een goed bod op moet gaan doen. En dat je, omdat je zeker wil weten dat je het kan krijgen. Er zijn van allerlei mogelijkheden. En er is voorzichtigheid geboden. Ben je misschien bezig met iets wat riskant is? Nou, we gaan het zien in de kaarten. Maar het gaat natuurlijk ook over de liefde. Ja. Er komt een get-together, heel snel. Je gaat met iemand een samenzijn hebben. En ik heb het gevoel dat het een heel gezellig samenzijn is, een intiem samenzijn. Misschien word jij uitgenodigd vissen of ga je zelf iemand uitnodigen? Is er iemand op dit moment in jouw gedachten die jij heel erg graag om je heen zou willen hebben, maar waarbij het nog moet beginnen? Gewoon iets wat nog in een pril stadium is of nog helemaal niet in een stadium is. En iemand die je gewoon eigenlijk op afstand signalen geeft. Dus er is wel oogcontact. Dit is spannend. Dit is spannend. En er komt een boodschap. En ik heb het gevoel dat die boodschap te maken heeft met dat samen zijn. Misschien ben je van plan om diegene een WhatsAppje te sturen of een sms'je. Of misschien wel via mail. Maar er komt een boodschap naar jou. Er komt een boodschap naar jou. Dat kan ook. En het kan heel erg goed zijn dat dat samen zijn te maken heeft met die kans die jij kunt grijpen. Want die is echt onder handbereik. Nou vissen, dat is leuk, maar er is ook nog wat anders in de kaarten te zien. Er is een ex in het spel. Ik heb een beetje het gevoel dat er iemand is. Het kan natuurlijk alle kanten op, want
Kijk zelf wat er resoneert, hè, waar je op dit moment mee bezig is. Misschien heb je die get-together wel met een ex. Dat die ex jou heeft gecontact. En dat je eigenlijk denkt van nou, ik ben daar eigenlijk wel aan toe. Want we hebben het eigenlijk nooit samen goed afgerond. Ik heb wel behoefte aan een goed gesprek. En misschien vlamt het wel weer op. Dat zou heel erg goed kunnen, hè? Het kan ook zijn dat er een ex is die nog een beetje aan jou hangt. Of jij hangt aan een ex, omdat het nooit eigenlijk over is gegaan. Kan ook een beetje zitten in de codependency hoek. Dat je het gewoon niet los kan laten, om wat voor reden dan ook. Maar dat het niet voor niks een ex is, omdat er ontrouw was of is. Dat weet ik niet. Misschien is die ex nog niet helemaal een ex. En gaan jullie er nog een keertje over praten? Ik heb geen idee, het kan allemaal. Maar die kaart, waarbij toch heel duidelijk wordt gewaarschuwd om op te letten, dat heeft toch wel te maken met dat contact met die ex. Of in ieder geval, laat je leven daar niet door beïnvloeden als je al bezig bent met iemand nieuws in je leven. Want die ex, die zou wel eens een storende zender kunnen zijn. En misschien ben jij wel die exenvissen, dat je nog niet klaar was met diegene. Maar dat je toch nog wil proberen om het te lijmen op een of andere manier. Ja, en het kan ook een zakelijke get-together zijn. Maar dat gevoel heb ik niet. Ik heb het gevoel dat er een get-together, hoe kan ik dat nou het beste vertalen? Een samenzijn is waarop jij wordt uitgenodigd. En dat dat misschien wel eens van een ex is. Ja. Ja. Nou, we gaan kijken wat er nog meer is. Ah, kijk eens. Nou, dit verbaast me niet. De zomer. We zitten natuurlijk op het randje eigenlijk, hè, van zomer naar herfst. Ik vind het nog wel zomer, ook met de temperaturen. Dit gaat ook heel snel gebeuren. Misschien heb je volgende week wel een afspraak. Ja, er is nog iets. En misschien hebben jullie elkaar in de zomer ontmoet. Of weer gezien, na zoveel tijd. En dat jullie hebben afgesproken om nader te gaan praten. Kijken of er nog wat in zit. Kijken of je het kunt afronden. Hangt er vanaf. Is het oud of is het nieuw? Maar er is wel ontrouw geweest. Misschien wil die ex een excuus wel gaan aanbieden aan je. En het kan zijn, hè, vrouw, vrouw, man, 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 vrouw, vrouw, man. En vice versa. Wat is er voor de vissen? Wat is er voor de vissen? Deze moet eruit. Ach, kijk eens. De gevoelens zijn wederzijds. Ja, ja. Weet je, vissen, ik denk ook dat dat de reden is dat je ingaat op die uitnodiging. Of dat die ander ingaat op de uitnodiging. Jullie willen elkaar heel graag zien. Het zou zomaar weer kunnen opvlammen als het een oud iemand is. Hè? Misschien is het wel niet de laatste ex. Is het al een voorlaatste ex? Waarbij je eigenlijk nooit vergeten bent. Ach, kijk nou toch. Ja. Ja, hier was ik ook wel een beetje bang voor. Ja. Er kunnen twee of meerdere dingen aan de hand zijn. Maar als ik deze kaart zie, dat er sprake is van concurrentie, dan zou het wel eens kunnen zijn dat er een ex is die nog niet over jou heen is. En het eigenlijk heel erg moeilijk vindt om te hebben ontdekt dat je misschien met iemand anders wat gaat doen. En dat met die ander dus dat samen zijn is. Of dat die ex heeft gezegd, ik wil jou spreken. Dat die ex toch probeert om het nog voor te zijn. En dat je misschien toch nog gevoelens krijgt voor de ex voordat je in zee gaat met een nieuw iemand. Nog één kaart vissen. Oh, kijk eens. Ja. Je bent veel geld aan het uitgeven. Het sluist zo weg. Het vloept weg. Ja. Ik weet niet wat je aan het doen bent. Maar misschien heb je gewoon het leven goed gevierd in de zomer. Maar denk aan je geld.
Nou, dan ben ik heel benieuwd naar de Osho-kaart. Het kan ook zijn dat je daarom wordt gewaarschuwd, hè? Wees voorzichtig. Let op je centjes. Je hebt ze wel, maar het kan ook te snel gaan. Wat hebben de Osho-kaarten te zeggen tegen de vissen voor september? Transformation. Transformatie. Je zit in een transformatieproces. Ik ga eens even kijken wat de kaart zegt. Misschien ben je 25 of 52. Je zit in een transformatieproces. 52. Even kijken. Hey, transformatie. Oh, ik zit verkeerd te kijken. Sorry, 25. Grappig, ik kijk naar 52. Dat zou misschien je leeftijd kunnen zijn. Transformatie. In Zen is een meester niet zomaar een leraar. In alle religies bestaan alleen leraren. Ze leren je over onderwerpen die je niet kent en vragen je te geloven, omdat deze ervaringen met geen mogelijkheid in de objectieve werkelijkheid kunnen worden vertaald. Ook de leraar kent ze niet. Hij gelooft er alleen maar in. Hij draagt zijn geloof over op een ander. Zen is geen wereld voor gelovigen. Zen is niet voor gelovigen. Zen is voor waaghalzen die alle geloof, ongeloof, twijfel, reden en denken kunnen loslaten en simpelweg binnenstappen in hun pure, grenzeloze existentie. Ik zie hier de vissen die overal in het water vrij kunnen bewegen. Maar dat brengt een enorme transformatie met zich mee. Daarom zeg ik dat Zen zich bezighoudt met metamorfose, met transformatie, terwijl anderen zich bezighouden met filosofie. Het is je reinste alchemie. Van een onedel metaal verander je in goud. Maar je moet de taal van Zen begrijpen met een liefhebbend hart, niet met je redenerende of verstandelijke mind. Of luister anders alleen maar en vraag je niet af of het waar is of niet. En dan komt er plotseling een moment dat je ziet wat je hele leven is ontgaan. Plotseling openen zich 84.000 deuren. Ja, dit is echt hartstikke mooi. En ik vind het mooi passen bij de vissen. Omdat ze zich zo lekker vrij bewegen. Nou, dat zei ik net al. Hè? En ze komen en ze gaan. Ze komen aan en ze gaan weer weg. En, ze zijn zo intuïtief en ook creatief en emotioneel, dat ze eigenlijk op hun gevoel kunnen afgaan. Nou, en daarom is het zo mooi in deze kaarten, dat ik heb het gevoel dat die vissen, jullie weten wel wat je aan het doen bent. Je weet dat de gevoelens wederzijds zijn. Je weet dat er een ex is die gevoelens voor je heeft. Of jij hebt nog gevoelens voor die ex. En ik heb het gevoel dat samen zijn bij komt. Ja, maar er is concurrentie. Er is concurrentie van een nieuw iemand. En dat is een lastige. En ik weet niet, vissen, of jij het middelpunt bent van die concurrentie en die ex. Ik heb geen idee. Misschien ben jij wel de concurrentie voor die ex die met een ander weer in zee is gegaan. Nou, dat is natuurlijk wel leuk. In zee gaan, hè, met vissen. De vissen in de zee. Oké, ik ga nog een Gaia-kaart trekken. Maar het is wel een mooie zomer voor je. En ik heb het gevoel dat samen zijn een heleboel op zijn kop gaat zetten. Ja, of omdat ieder zijns weegs gaat. En dat die derde partij ook helemaal geen partij meer wordt. Ik ben heel benieuwd. Wat krijgen we nu, zeg? Wat zie ik nu toch? Oceaan? Oceaan van eeuwige liefde. Waar hebben we het nou net over? In zee gaan met iemand en de vissen in het water. En ik trek de kaart oceaan. Nummer 44. Vissen, kijk, ben je 44? En je wordt beschermd. De vieren.
prachtige kaart. Heel worden. Creativiteit, vruchtbaarheid. Wat zei ik? De vissen, ze zijn creatief. Ja, het is ongelooflijk. Die kaarten passen altijd zo goed. Ik ga even het boekje erbij halen. 44. Vier het leven. Oh, 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 oh. De oceaan en de vissen in het water. Het is echt fantastisch. Men zegt altijd, liefde overwint alles. Dit geldt speciaal voor jou, op dit moment. Er is iets opgelost en geheeld door liefde. Wat eerst onvruchtbaar was, wordt nu vruchtbaar. Er is een zaadje geplant en daar heb jij aan meegewerkt. De voorwaarden zijn uitstekend. De tijd is rijp, je kunt iets nieuws creëren. De geboorte van iets nieuws brengt blijdschap en enthousiasme met zich mee. De altijd wisselende seizoenen van de eeuwigheid draaien aan het onzichtbare wiel van het leven en er begint een nieuwe cyclus, een nieuw denkbeeld is geboren. Ja, ik vind het echt weer fantastisch, omdat er wordt gezegd, dit geldt speciaal voor jou op dit moment, er is iets opgelost en geheeld door liefde. Wat eerst onvruchtbaar was, wordt nu vruchtbaar. Het lijkt wel alsof het toch met die ex te maken heeft. Dat jullie elkaar destijds zijn tegengekomen en dat het niet goed is gegaan. En dat jullie allebei je eigen weg bent gegaan en elkaar nu weer zien. En dat het nu wel past. Nou, ik vind het heel bijzonder. Ik vind het heel bijzonder. Succes!